Het is alsof je onder stroom staat. Mijn naam is Roos Slikker. Ik ben ambassadeur van de Hersenstichting, omdat ik zelf ervaringsdeskundige ben. Mijn naam is Britt van der Arendt. Ik ben arts en ik doe onderzoek bij het WAT-onderzoek. Wat onderzoek doet naar migraine en hormonen. Hey, jij doet onderzoek hè, naar vrouwelijke geslachtshormonen bij migraine. Dat interesseert me mateloos. Nou, want je bent een vrouw en je hebt migraine. Want ik ben een vrouw en ik heb migraine. En, ja. Kun je iets vertellen over je onderzoek? Mijn hoofdonderzoek is eigenlijk de WAT-studie. We doen eigenlijk onderzoek naar de invloed van geslachtshormonen op migraine. Als je al bij vrouwen gaat kijken, zeg maar gedurende de hele levensloop van een vrouw, het ontstaat vaak in de puberteit. En als vrouwen dan in de overgang raken, dan zie je dat migraine vaak ook toeneemt of verergert. Of zelfs dan pas kan ontstaan. Ja. Want jij merkt ook dat je een relatie hebt met... Vermoedelijk wel. Ik heb last van duizeligheid. Op het hoogtepunt had ik zo'n 20 aanvallen per maand. Ik ging van nul naar eigenlijk de hele maand doodziek. Toen ben ik gaan googlen en toen las ik ergens iets over migraine. Ik herken toch wel heel veel. Heb jij het gevoel dat migraine serieuzer genomen wordt dan voorheen? Het wordt nog te vaak gezien, denk ik, als gewoon een hoofdpijntje. Ik heb zo vaak ook het commentaar gehad van mensen die dan zeggen van... ja, ik heb ook wel eens hoofdpijn, maar ik neem gewoon een aspirintje en huppa de beuk erin. Echt, als mensen dat zeggen, ik wil ze wel af mijn bureau trekken. Ik bedoel, migraine is een hersenziekte. Het is niet een hoofdpijntje. Het is niet iets waarmee je met doorzetten doorheen kunt slaan of zo. Nee. Het is alsof je onder stroom staat. Hey, we zijn hier natuurlijk namens de hersen. Stichting en de Postcode Loterij. Ja. Wat doen zij voor jullie onderzoek? Doordat de Postcode Loterij eigenlijk de Hersenstichting steunt, kunnen zij ons financieren in ons onderzoek. Mm-hmm. En dat maakt het mogelijk dat zo'n studie als de WAT-studie dus wordt opgezet. We nog een beetje hier gaan kijken om nog wat inspiratie op te doen. Ja. Van mensen die het wel kunnen. Ja. En jij. En ik. Stel dat mensen nou allemaal horen van ja, migraine en ik herken hier misschien wel wat in of wat dan ook. Heb je tips? Ja, neem je klachten serieus. Ja. Want dat wordt vaak niet gedaan. Nee. En zoek een arts op als je denkt dat je migraine hebt. Dank je wel voor alle informatie. Ik vind het heel fijn dat we elkaar gesproken hebben. Ja, jij ook bedankt. En ik hoop heel erg dat jullie heel erg veel kunnen onderzoeken, waardoor er ook echt medicatie komt en minder mensen hoeven te lijden. Ja, dat hoop ik ook. We gaan het er mee maken. Tot zo.